Ik ben Ben Verheij, ik ben huisarts. Ik zit 35 jaar hier op Kanaleneiland. En ik heb het zien worden van wat het was tot wat het nu is geworden. Ik ben Tineke Petersen. Ik werk bij Buurtzorg Kanaleneiland. Wij zijn een thuiszorgorganisatie. Ik ben Sabrine Klerks. Ik werk sinds 2007 hier in het gezondheidscentrum Kanaleneiland als fysiotherapeut en als manueel therapeut. Het is de landelijke week van de beste zorg in de buurt. Wat is de reden dat jullie hier vandaag zijn? Nou, wij zijn uitgenodigd om hier te komen, waar we heel blij om zijn, omdat het een heel mooi initiatief is. We hebben namelijk als zorgverleners hebben wij getracht om zo'n goede mogelijke samenwerking neer te zetten, zodat de disciplines zo de beste zorg op maat kunnen bieden voor de patiënt. Wij zijn heel benieuwd of dat ook zo uitpakt, dus ook zo te zien is bij de buurtbewoners. Dus wat wij willen horen is, hoe vinden de buurtbewoners dat de zorg is? Lopen ze ergens tegenaan in de zorg? En zijn er tips vanuit de buurtbewoners waarin wij nog juist iets kunnen bijschaven? Bijvoorbeeld of we het net op een andere manier kunnen aanpakken waar wij zelf als zorgverleners misschien niet aan denken. Nou, vanavond gaat het over de gezondheidszorg. En u gaf al aan dat u wat tips heeft voor Kanaleneiland Gezond. Wat zijn die tips? Nou, onder andere dat ze wat moderner moeten gaan werken. Dat je dus bijvoorbeeld per e-mail contact kan zoeken met de praktijk. Dat je je kan opgeven van ik heb weer nieuwe recepten nodig. Als je dus chronisch ziek bent, dan moet je iedere keer om de zoveel tijd nieuwe recepten hebben. Dat per e-mail kan en niet dat je dan doosjes in moet gaan leveren. En gaan er ook nog dingen goed? Nou ja, de zorg verder, voor zover ik, want ik ben er nog niet zo lang bij, hè, gaat het redelijk. En ja, en het enige wat ik dan weer lastig vind is dat je dus voor de diabetes bijvoorbeeld bij de praktijk te ondersteunen zit en voor andere aspecten van problemen weer naar de huisarts moet. En dat is verwarrend? Dat vind ik verwarrend, ja. Hoe ervaart u momenteel de gezondheidszorg in Kanaleneiland? Nou, ik denk dat het allemaal wel goed is, maar we hebben heel geen zorg. Tenminste, ik heb wel geen zorg nodig. Ik heb nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Ik ben zo gezond als maar wat. En wat is een tip om zo gezond te blijven? Gezond eten en drinken en niet te veel alcohol. En niet roken. En ook niet roken? Nee. Hoe ervaart u momenteel de zorg hier in Kanaleneiland? We zijn er net mee bezig, dus ik weet het niet. Want u woont in Kanaleneiland? Ik woon in Kanaleneiland, maar de zorg heb ik gelukkig niet nodig. Ik kom hier wel eens in het zorgcentrum, moet ik bloed laten prikken. En ik zeg, mijn huisarts heb ik in ogen al, die heb ik hier niet op Kanaleneiland. Maar alles bij elkaar floreert het goed, ja. Wat kan er beter in Kanaleneiland wat zorg betreft? Ik denk dat ze heel goed op weg zijn om goed samen te werken met de huisartsen en met alle andere disciplines. Ik denk dat Kanaleneiland daar heel goed mee bezig is. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat tot nu toe al een beetje de opbrengst is van vanavond. Hoe gaat het verder met de zorg? Omdat de verzorgingshuizen afgebouwd worden. Wat voor zorg schiet er over? Want mensen denken op het ogenblik dat er helemaal niks meer over schiet. Dat gevoel krijgt iedereen. En daar is eigenlijk nogal over gesproken. En hadden jullie tips? We hebben het gehad aan tafel over het recht op wonen in een verzorgingshuis. Dat de overheid die rechten afbouwt. En dat het straks zal zijn dat mensen in een soort locatie à la verzorgingshuis of servicewoningen, aanleunwoningen, dicht bij elkaar wonen, dus zelf de huur betalen en daar dan de zorg ontvangen. Dat een nieuwe trend zal worden. We hebben ze nog een paar tips gegeven, ook nog wat ze kunnen uitvoeren. om kaartjes bij de assistenten van de huisarts neer te leggen van buurtzorg. Zodat mensen informatie, een telefoonnummer hebben en informatie kunnen opvragen. Ja. Waar loopt u tegenaan? Ik denk nog meer evaluatiemomenten, misschien casuïstiekbespreking met nog meer disciplines bij elkaar. Waarin je patiëntproblemen ook echt bespreekt. Dus en dat we daaraan verder kunnen werken. Ja? Wat is het voordeel van Kanaleneiland Gezond, waarbij alle zorgverleners bij elkaar komen? Dat een patiënt langer bij een bepaalde behandelaar kan blijven zonder dat hij op de juiste manier behandeld wordt. Dus dat hij te lang zorg krijgt die niet precies de zorg is die patiënt ook zelf nodig heeft. Dus je bent nu sneller de juiste zorg aan het leveren.